Dames en heren, we kennen haar als actrice in films als Zusje en Filijnen zegt sorry. Als schrijver van de film Alles is Liefde. En nu als schrijver van de spliksplinternieuwe serie De Verschrikkelijke Jaren 80. Ik heb net Piet in de brandnetels gepleurd. Oh, ik pis wel even overheen. Wat zeg je? Iets met pis. Bert, kan je alsjeblieft één keertje normaal doen voor mij? Dit is wel een fucking momentje, hoor. Met kinderen zijn niet om overheen te pissen. Klootzak! It's like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday. Dames en heren, groot applaus voor Kim van Kooten! Fijne binnenkomen. Ben je wel eens vaker een interview begonnen met beelden van de piemel van je man? Ik moet even bijzeggen, de acteur die je zag, Jacob Derwig, is jou. Is mijn echtgenoot. Ja. Ja, klopt. Ja. Ja. Wat was de vraag? Nou, je was even afgeleid. Ja. Ja. Het ging over het geslachtsdeel van je man. Ja, dat was dit zijn echte geslachtsdeel? Nee. Oh. Nee, dat kon natuurlijk niet. Tenminste, dat vond hij onprettig en dat snap ik wel. En er waren natuurlijk allemaal kinderen bij. Ja. Die dat misschien ook een beetje gek vonden. Dit is een penis die van niets gemaakt. en die, dat is, er is één penis in Nederland die filmsets afreist. Ja, en, nooit geweest. Ja, dat is echt zo. Ja, en deze is eerder gebruikt. Jacob heeft hem één keer eerder omgehad bij Publieke Werken. Dat is een hele mooie film. Ja. Waarin hij een personage speelt dat zichzelf moet gaan besnijden. Op een gegeven moment. En dus hij herkende hem. Hij zei, oh, daar ben je weer. Ja. Oh, ja. Wat grappig. En dat is natuurlijk inderdaad misschien een beetje gevoelig rondom kinderen als ze met echte. Nou ja, wel. Dus het was op zich goed dat die kinderen dan van tevoren de penis in kwestie te zien kregen. Een kennismakingsmomentje. Nou ja, serieus, ja. Het voelt als een heel intieme serie. Het lijkt een beetje alsof je in die woongroep zit. Ja, het is ook wel. Weet je, het is ook. Ik moet zelf ook lachen om de piemel. Maar het is een hele gevoelige serie, ja, eigenlijk. Absoluut. Als je doorkijkt, vooral de eerste twee afleveringen, is het allemaal nog grappig en meer op de comedy, maar daarna kom je langzaam in een soort verdriet dat onder die woongroep ligt. Ja. En ga je heel erg met de eenzaamheid van die kinderen meeleven. En dan er is een soort geheim, een plotwending. Rond aflevering 3 krijg je het een beetje door. Maar het is wel een serie die je, als je hem afgezien hebt, nog een keer moet gaan kijken of kunt gaan kijken om te zien. Wel heel dwingend, Kim. Ja. Ho, 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 ho. Doe dat nou. Zo veel tijd hebben we nou ook weer niet. Maar het is, ik maak me er wel sterk voor dat, dat mensen weten dat het los van de grappen en de huisvergaderingen in onderbroeken, wat allemaal ook heel grappig is, maar dat het echt een heel gevoelig ding is. En die kinderen zijn fantastisch die daarin spelen. Die Rosa, ja. Ongelooflijk. Het is echt een wonder, die twee. Vond je het leuk om met kinderen te werken? Ik heb een verhaal gehoord over dat jij een keer voor je kinderen op school, die hadden een schoolmusical, dat je die hebt herschreven omdat je dat zo'n slechte schoolmusical vond. Ja, dat klopt. Ja. Wat was dat? Hoe ging dat? Ja, dat is wel gênant ook. Op de basisschool in groep 8 mogen alle kinderen een eindmusical doen. Daar leven ze natuurlijk al 8 jaar naartoe. En in het geval van mijn dochter en mijn zoon vond ik de musicals allebei echt slecht, die er waren. En dat is gewoon een pakket wat je aankoopt. Ja. En er zitten dan liedjes bij. En de school had een musical gekocht. Iets met een eiland waar dan een schat begraven was. En in het jaar dat mijn dochter groep 8 ging verlaten, was het iets met een bioscoopje, een noodlijdend bioscoopje ergens. En die teksten zijn gewoon zo slecht. En dat moet. Achteraf denk ik ook, het is, waarom mag dat niet? Waarom kan ik niet gewoon dat zo een groep 8 musical hoort slecht te zijn, toch? Dat hoort ook met. Maar ik kan dat niet aan. Dus toen ben ik ze gaan herschrijven. Echt verschrikkelijk. En wat vond dan zo'n aardige regisseur van de school ervan dat je die musical had herschreven? Dat was mijn man. Dat was al de regisseur van de musical. Ja, dat is echt. Ja, die heeft dat geregisseerd. Die vond het ook heel slecht steeds. Die zei dan tegen die kinderen: Nee, ik geloof dus het niet. Er is een school in Amsterdam, neem ik aan. Ja. Waarbij ongeveer de beste scenario schrijver van Nederland de musical herschrijft. De musical wordt geregisseerd door de beste acteur van Nederland. En deden er nog meer beroemde mensen mee? Of wat? Ja, ik had een co-scenarist, dat was Kluun. Want zijn dochter zat in de parallelklas van onze dochter. En Suzanne Kleeman van Lois Lane, die deed de liedjes. Ja.
En dan had je nog de allerbeste art director van Nederland, Minka Mooren, die ook de art direction van de verschrikkelijke jaren 80 heeft. Die deed de decors. Dus het was een totaal overgeproduceerde kindermusical. Was de première in Carré met Maxima erbij? Nee, en zo. Nee. Was op het Spinoza Lyceum en mensen vonden het wel leuk, maar ook, wij dachten ook, we hadden meer verwacht. Ze zagen niet al het extra moeite die er door de beste professionals van Nederland in was. Ja, er waren ook wel dingen van karton gewoon. Oh ja. En een kind dat een boom speelde. Precies, en dat zat er ook wel in. Ja. Wauw, maar weet je, dit is al een serie op zich. Zijn er nog meer dingen, volgens mij moet jij jouw hele leven verfilmen. Zijn er nog meer dingen in je leven die wij zo als een serie zouden aannemen? Iets spannends of zo? Politie? Nu we toch series aan het bedenken zijn uit jouw eigen leven. Ik heb daar nog nooit over nagedacht om daar een serie van te maken. Maar er is wel ooit ik woonde een tijdje met Jacob op een woonboot. En daar is ingebroken. Dat was bij de Prins Hendrikade in Amsterdam. Er waren veel junks en gedoe. En toen, op een gegeven moment had een junk een ruitje ingetikt. En de boot leeggeroofd. Er lag ook overal bloed. En ik weet ook nog dat er toen politie kwam en toen zei ik, ja, maar er ligt bloed overal, dus het DNA, je kan... Toen zeiden ze, nee, dat mag niet, want dan schenden we de privacy van de inbreker. Hè? Ja, serieus, dat zeiden ze echt. Ja, dus dat kon dan niet, maar mijn laptop was gestolen. Dat vond ik het allerergste. Oh, shit. En toen hoorde ik, daar zat best wel veel, niet echt gênante dingen, maar wel scripts en foto's en dingen. En toen hoorde ik via een maand later dat mijn laptop te koop aangeboden werd op Marktplaats. Oh. Als zijnde de laptop van een medium bekende Nederlandse actrice / scenario schrijver. En dat hoorde ik, dus toen ben ik gaan kijken. En inderdaad, ik zag hem. En toen ben ik zelf gaan mailen met die persoon die die laptop aanbood. Maar ik dacht, dan moet ik dat slim doen. Dus toen deed ik alsof ik een man was. En ik maakte heel veel spelfouten. En ik probeerde ook de prijs naar beneden te... Want hij vroeg er €3000 voor of zo. En toen zei ik, ja, maar god, Kim van Kooten, who cares, weet je. Maar ik wil gewoon die laptop. En toen heb ik heel lang met die man heen en weer gemaild. En uiteindelijk was er een overdracht voor €3000. Wow. En toen is een vriend van mij in plaats van mij naar de overdracht gegaan. En toen heb ik eigenlijk mijn eigen laptop teruggekocht. Wat vond je erger, dat je laptop weg was of dat je een medium bekende actrice werd genoemd? Deed allebei wel pijn. Deze, ja. Dit zijn allemaal tv-series. En wij willen allemaal meer, maar tot die tijd kijken we allemaal naar de verschrikkelijke jaren 80. Elke zondag om 9:15 op NPO 3. Dankjewel dat je er was. Geef een groot applaus voor Kim van Kooten. En dit was de allereerste avond op naar de maan. Wow, dat was best wel een lange TikTok-video. Kan jij nog langere video's aan? Kijk dan de hele uitzending van de avondshow met Arjen Lubach op NPO Start.